die spelen zo afwisselend. Het kan heel stil en sprookjesachtig zijn tot heel ruig. Dat hoort echt bij jullie. Ja, dat klopt. Mensen vragen ons altijd, wat spelen jullie? En we zeggen, ja, popmuziek met klassieke instrumenten. Want dat doen we. We brengen eigenlijk popsongs, die kunnen heel intimistisch zijn, ook enorm uitbreken. Maar de rode draad is altijd dat we werken met ja, instrumenten zoals een viool, of een klarinet, of een cello, of een trombone. Eigenlijk dingen die je nooit in de popmuziek terugvindt. En dat is ons handelsmerk, popmuziek met klassieke instrumenten. En waarom nou juist met die klassieke instrumenten? Wel, dat is een beetje organisch gegroeid. Allee, in het begin zijn we eigenlijk gestart met de piano-gitaar. En we misten zoiets, er is zo'n lage frequentie. En dan zijn we op zoek gegaan naar een cello. En voilà, Pieter is erbij gekomen. En gaandeweg zijn er eigenlijk meer en meer klassieke instrumenten in de band geslopen. En nu staan we hier met 9 of 10 man op het podium. Eigenlijk de meerderheid met klassieke instrumenten. Ja. Wat doet dat, die klassieke instrumenten in popmuziek, in jullie muziek? Goh, het geeft een sound die je eigenlijk moeilijk kan bereiken met elektrische instrumenten. Hè. Je kan natuurlijk een sound imiteren met een synthesizer of zo. Maar het is een beetje een uitdaging om met die klassieke instrumenten te werken. Bijvoorbeeld de hobo zit vaak in het register van de stem, dus je moet die daar rond laten zweven. En het is een beetje een uitdaging om met die instrumenten te werken. En dat vinden we toffe uitdagingen. Ja, het maakt het ook heel afwisselend, jullie muziek. Ja, dat klopt. Soms gaan we heel, heel kalm, echt dat je een speld kan horen vallen, bij wijze van spreken, in de zaal. En op andere momenten rammen we de cello door effectenpanelen en kan het niet op. En gaan we enorm naar de decibels. En het zijn die extremen dat we eigenlijk tof vinden om te doen als band. Nu hebben jullie in België heel erg veel succes. Proberen jullie nu Nederland ook een beetje te veroveren? Wel, wij proberen altijd over de grens concerten te spelen, want het is hier altijd leuk. We hebben eigenlijk ook heel veel connecties met Nederland. Onze drummer is een Nederlander, komt uit Rotterdam. Onze violist komt uit Den Haag. We hebben de cd opgenomen in Nederland, in Hoge Loon. Dus gaandeweg op een of andere natuurlijke manier spelen we hier meer en meer. En dat is natuurlijk wel tof, ja. Hoe ging het concert? Oh, het was heel tof. Het was fantastisch. De locatie is gewoon ongelooflijk. We hebben al veel concerten gedaan, maar dit is toch wel een van de top 3 concerten, zal ik zeggen. Ja, echt fantastisch. Ja.